En grond. Oké, rolling. They see me rolling. Oh, dat kan ook. Dus ja, nou maakt niet uit, want jij moet toch weer de zoet schatten. Alleen moet je goed in de gaten houden. Als je naar boven gaat, kom je op jezelf. Als je naar beneden gaat, kom je op mij. Nou, wat kies je dan automatisch? Is het dan het slimste om voor jezelf te kiezen? Ja, natuurlijk, want dan betaal je geen geld. Ja, dat dacht ik ook al, maar... Mm-hmm. Ja. Spruce things up. Kan dat alleen in dit straatje dan? Nee, al je shops. Onthoud wel je ready cash. Die moet je echt in de gaten houden. Want anders, voor hetzelfde geld, moet je zo meteen al je stocks verkopen en dan kom je nog niet genoeg. En dan moet je in winkels gaan verkopen. Ik denk dat ik dan nu eerst even niks doe. Het is, ik weet niet of het slim is, maar... Nou, in het begin van de game is het nooit verkeerd. Buy the shop. You do be buying. The shopping. Ja, maar laten we voor shopping, ja. Zoveel heb ik nog niet, dus dan kan het Nee, wel. Op zich. Nice. Ja, jij bent ook heel lang in de midden geweest. Kijk, Sander, nu ga ik in de min. No, oh, ja, not in de min. Tering. Milan is heel slim bezig. Nou, niet slim bezig. Oh my god, onderin is painful. Hij heeft geluk gehad met zijn worpen, dat is het. Ja, dat ook. Oh, nu is het weer geluk. Nee, maar dat is Hebt wel gelijk, je hebt wel gelijk. In het begin van de game is het gewoon geluk hebben. Kijk, bijvoorbeeld zo'n kaart van Unknown Shop, wat Sander had. Nou kan je kijken van oké, wat is slim. Ja. Maar meer van de tijd is het toch worp gebaseerd. Want voor hetzelfde geld zal ik nog op het midden van het eiland voor de rest van deze aflevering. Nou, dat had best gekund. Ja. Het zit niet... Jordi, het zit niet echt mee bij ons vandaag. Ach, wij moeten toch aan mensen uitleggen, dus dan is het vaak toch wel prima. Je kan Milan hiermee gaan blokken, dus... Je hebt genoeg stocks ook, dus... Schaam me niet voor om in de min te komen. Dat is het belangrijkste. Oh, oké. Precies genoeg. Mooiste was 2-4. Liedje is zo lekker als hij niet hapert. Echt. Kom ik net achter, hè, hoe kut het is als hij wel hapert eigenlijk gewoon. Oh, dan moet het nummer van Round of Blocks in Mario editie, die is goed. Die hebben we nog steeds niet gehad, daar baal ik echt van. Dat is echt het beste nummer uit deze game. Stem me zo even niks. Nee, het is ook echt een nummer die alleen in deze game zit. Oh. Fuck! Jammer, ik had gehoopt dat je mij terechtkomt, want ik heb het geld nodig. Ja, nu moet... Milan, ga je nog stoppen of wat? Ja, ik ben er van het... Oh ja, ik stop sowieso. Je moet sowieso stoppen. Ik wou het zeggen. Ja, nee, ik zat even te denken ondertussen of ik hem wou kopen of niet. Hè? Ja, is genoeg. Niet dus? Net niet. Jezus, Sander man. Betali. Gimme, gimme, gimme. Kijk hoe weinig geld ik heb. Tering. 1. Ja. Meeste winkels, maar voorlopig mis geld. Dat is niet 1, Sander. Dat is 2 keer 1. Dat is 2. Toch? Ja. Nou, dat is nu mag je nog een keer gooien. Die en dan ga je precies door naar het nog in de straatje. Is dit slim? Ja, volgens mij wel. Gewoon doen. Ja, ik zou het ook wel gedaan hebben, denk ik. Het is nog naar verhouding goedkoop genoeg. Want je kan wel zien... Je hebt nog maar 1 suit. Nee, neem maar die klaver. Jij moet er nog 3. Dus dan sowieso even kijken van, ja, wat doe je? Ik dacht dat je weer een verkoopskaart had, gek. Ik denk, what the fuck? Ja, dan heb ik heel snel mijn lijstje klaar. Ja, want jij kreeg ook geld toen je kanskaart is. Dat als je zoveel als je, hebt, dat je dan geld krijgt. Dat is de reden waarom we zeggen van, blijf in je rij. Want dan is het ook gewoon netjes, als je in je rij blijft, krijg je ook geld. Ah, oké. Okay. Hoppa, in de min met je bek. Oh, sad. Ah joh, 5. Maakt geen reet uit. Ja, nu maakt het nog klote uit, nee. Milan is gewoon bijna klaar. What the hell? Met zijn tweede ronde. Milan gaat lekker. Yo, what? Jezus, geef hem nog meer geluk. Hoppa. Min 1. Ladies and gentlemen, I'm finally having a promotion. Keep it tonight. Juist, hè? Zo, deze jongen gaat eindelijk eens een keer stocks kopen. Oh, wat leuk voor je. Dank je. Dat klonk echt. Dat kwam echt heel sarcastisch uit. Was vast zo bedoeld.
Ja. Hoppa. Ja, ik zal moeten, hè, game. Ja. Kijk, monies. Monies? Ja, waar ik ook geïnvesteerd had, die al allemaal wel zo'n geld gehad. Oh. Oh, tuurlijk. Nou, doe maar dan. Eén gold ook over. Ja. Ja, nou. Ja, en nu is het ding van, je moet de rest van je ronde nog afmaken, dus je hebt hetzelfde probleem als mij niet. Ja, ik heb ook één gold over. Nu niet. Nu heb ik 28 gold. Nu moet Jordi weer stoks verkopen. Ja, joh, één stok waarschijnlijk, of twee. Drie zelfs. Nee, nou, wow. Jezus, wauw. Wat veel. Twee. Dit wordt of een bankrupt game, dat of een twee. Hele snelle game. Maar is het daarom ook slim om meer te doen dan de sweet spot? Dat als je moet verkopen, dat wel. Maar... Ja. Ja. Ik ga altijd al in. Echt altijd. Ja, daar maak je Sander heel blij mee. Give me the money after midnight. Zoals Abba zou zeggen. Ben je niet goed. Ben ik gelijk al mijn socks kwijt. Ja, dus? Nou ja. En wat maakt dat uit voor mij? Ja, dus! Sander, je kan winnen in deze game, maar je kan ook verliezen. Verliezen is, je hebt geen geld meer. Ja, je kan bankrupt gaan en dan is degene die meeste geld hebt, wint. Op dat moment, ja. Op dat moment, ja. Je hebt ook wel eens games, wat ook wel grappig is, dat je op een target amount zit. Iemand anders komt op een target amount, jij hebt meer geld. Maar diegene die ook op winst staat, die is eerder bij de bank. Dan wint degene die eerst op de bank komt en niet degene met het meeste geld. Dat gebeurt ook. Als je me nog kan volgen. Nee. Maakt niet uit. Ik was ook een beetje aan het opletten wat er gebeurde op mijn scherm, zeg maar. En toen... Ja, ik kan geen twee dingen tegelijkertijd, want ik ben man blijkbaar. It's official. Blijkbaar ook. Ik kon geen twee dingen tegelijkertijd, dus nu is het officieel en ik ben echt man. Ik vind het trouwens grappig dat echt drie beurten geleden niemand daar een winkel had. En ja, nu een winkel. Ja. Nou, tijd voor het rondje, hè? Poep gebeurt, zeggen ze dan, toch? Inderdaad. Wij zijn sweets, dus kies maar. Waar wil je naartoe? Ja, het is allemaal hel. 72. Dicey Adventure. Ja, dus het is een beetje gooien, oneven of even. Oh, verdomme. Je moet dokken. Betalen! Waarom? Ik bestaal fuck! Oh nee, ik sta die laatste. Extra laatste. Ik heb tot nu toe wel het meeste ongeluk met mijn venture dingen. Precies zo'n shop die ik toen had, die ik uiteindelijk nog 131 heb gegooid, waar iedereen op gaat landen. Let erop, die gaat heel vaak op geland worden. Nee, je gaat één richting verkeer. Heb je dat precies genoeg? Nee. Stocks verkopen. Vier. Sell stocks. Nou, één stok eruit. Joe. Ja, kan. Ja. Ik zal altijd de stocks verkopen die het laagst. Of zou ik als eerst dat zou dus ik dan doen. Die zes dan bovenaan zou ik die dan zes doen. Bovenaan ook over je één stok van te verkopen. Weet je, het is maar zes. Ja. Dus druk weer op twee en dan ben je klaar. Zo, hier staat weer de plus. Top. Next. Ik heb twee geld. Beat that. Nee. Oh. Nou ja, dat doe je. Oh, daar gaan we. Early game. Ja, jezus Jordi, ga je nu al zo beginnen? Ja, godverdomme. Ik ga het doen. Wat ik niet doe met jou, Sander, is ik wissel van shop. Alleen dan moet jij akkoord gaan met de stemmen. Voordat je akkoord gaat, laat me dit even uitleggen, Jordi. Want anders is het een beetje unfair naar mijn idee om het uit te leggen. Hij wil jouw shop kopen om uiteindelijk te kunnen expanden en met Milan te kunnen ruilen, zodat hij een monopoly krijgt. Jij krijgt dan de shop die hij wil. Uiteindelijk is het op zich een goede deal, want ik weet niet, is diegene naast de ruit, is die... Ook van hem. Beide zijn van hem, dus.
In dit geval zou ik hem accepteren. Maar kijk altijd waar hij shops hebt, tot je hem niet, bij wijze van spreken, een makkelijke monopoly geeft. In dit geval krijg je ook nog eens 100 gold van Jordi. Dus in dit geval zou ik het accepteren. Maar let op met dit soort dingen, welke shops hij die persoon precies wil hebben. Als het bijvoorbeeld een shop voor een monopoly is en hij wil dat exchangen, probeer altijd zoveel mogelijk geld in iemand te trekken voordat je het doet. Ja, anders geef je iemand een automatische monopoly, gaat de stokprijs enorm omhoog en heb je kans dat als je op zijn property landt, dat hij uiteindelijk er gewoon vandoor gaat met de winst. Ja, precies. En die, hoe weet ik wat één district is ook alweer? Eén district kan je vanaf hier niet zien. Dat is een beetje het probleem. Maar je ziet links, waar die donkergroene pijl staat. Ja. Ik geef jou degene rechts daarvan. Dus dan heb je twee in het district. Dan heb je nog een paasje die van Harm is. En dan heb je nog eentje die al niet is betaald. Die grijze. Ja, okay. En dat is dat één in het district. Oké. Okay. Ik weet niet of ik het had gedaan. Ik had het niet gedaan. Weet ik het. Want hij heeft een klein... Hij heeft te klein... Nee, dat is trouwens niet. Huh? Ja, dat dacht ik al. Ja, dat dacht ik al. Tuurlijk gaat hij voor een early monopoly. Milan, you know the drill. You know the fucking drill. Nou, ik zou eerlijk zijn, ik heb niet veel opties momenteel. Of ik moet neergaan. Nou, ik ben benieuwd wat je gaat doen. Thank God. Was een We weten hoe early game Jordi Monopoly werkt ondertussen, tenminste wij. Ja. Ik dat dus niet. Als Jordi early Monopoly heeft, dan wint hij. Laten we het daarop houden. Niet altijd. Nee, maar ik had twee Monopolies en werd tweede. Ik had het eerste kunnen worden. Als jij niet was uitgebeeld met stocks, godverdomme. En toch had ik je gered. Ah, je sodemiet erop. Nee, ik had je gered, anders had je gelat op die 3000. Ja, op die manier. Op die manier heb je me gesaved, ja. Maar toch voelt het ook wel een klein beetje oneerlijk. Ja. En Milan takes the lead. Vet veel geld. Ja, ik kreeg omdat hij veel winkels hebt. Omdat hij stocks hebt. Dat soort dingen. En dit is zijn level 3 promotie. Krijg je ook nog meer. Milan, ik moet zeggen, voor iemand die dit pas vierde potje is... Gaat wel lekker volgens mij, of niet? Ja, ik begin het steeds meer door. Ik begin het steeds meer door te krijgen. Dat is het lekkere eraan. Een minigame. Slurp, droom. Oké. Round the blocks. Dit heb ik nog nooit gehad. Dit zijn minigames, niks speciaals. Oh, dit is gokken. Dit is drie op een rij. Dus ja. Krijg je 7-7-7 is echt het lekkerste. Oh, je hebt sowieso al 50 keer 3. Nou, 50 keer 3. Nou. Je ziet rechts al gewoon. Keer 3, omdat je 3 op een rij hebt? Nee, omdat je level. 50 keer je level. Ah, zo. Ja. Okay. Dus Milan is echt binnen. Het staat aardig duidelijk aan de rechterkant aangegeven. Dus dan is vaak wel even kijken: oké, hoe staat dat? Ja, oké, dat had ik niet helemaal goed gelezen. Nee, dat maakt niet uit. Het is toch even inkomen. Het is echt ontdekken gewoon van de eerste partij. Ja. Au. Milan loopt echt uit. Ja, ik moet wel. Maar ja, het is 20k, guys. Dus dit kan echt een heel lang potje worden. Of we zijn echt over een half uur weer klaar. Nee. Dan geef je Milan automatisch de winst al. Ja, dat wil ik niet. Nee, dat wil je zeker niet. Nee. Ik snap jouw keuze niet, Jordi. Maar kan je het uitleggen? Nee. Top. What the fuck? Maar sinds wanneer zit er trouwens een kip en een vogelbek dier? Dragon Quest en Mario characters. Ah. Ik denk al, sinds wanneer zit er een vogelbek dier gemixt met een kip in Mario, man? Nou ja, ik denk dat ik jou nu een monopoly ga geven. Nou, ten eerste zou je dan, ten eerste zou je twee winkels aan moeten bieden. Want dit ga ik no way in hell doen. Je zou twee winkels aan moeten bieden, minimum.
En dan nog gold erbij ook. Jij denkt dat ik jou met zoveel, die fuckers die je nu hebt, zoveel gold geef. Het was nope. Te proberen. Ja, nee, precies. Kijk, zal ik je uitleggen wanneer... als ik aan de beurt ben, leg ik je uit hoe ik het wel zou doen. Kijk. Min. Jij hebt hier een winkel. Mm-hmm. Die. En dan die. Dan mag je die hebben. Echt. Dan mag je hem hebben. Je kan hem nu aanbieden. Ja, dacht het niet. Dat mag je zelf doen. Dan mag je er juist ook nog wel wat geld bij hebben geven. Maar dat snap je. Want zoveel geld heb deze bij. Dan krijg ik er geld voor. Ja. Always, je krijgt wel gewoon twee redelijke dingen. Nou, ben ik niet met je eens. Jij krijgt een Monopoly die naar 300 tot 400 gaat. Als je die erbij pakt. Dat is waar. Oké. Okay. Ik ben niet van gisteren hoor met dit spel. Dit is echt een van mijn favoriete spellen die er is. Oh, heerlijk. Ja, het enige wat ik dat het nog dikker maakt is dat het gewoon Mario characters zijn. Dat vind ik gewoon, dat maakt het leuk, vind ik. Oh god, daar gaat hij weer. Daar gaan we weer. Echt, Jordi, je bent er ook één, hè? Dit is in het midden. Dit is in het midden, maar dan krijg je wel ietsje die een beetje aansluit op hetgeen wat jij nu al hebt. Dus rechtsbovenin, dus waar je noem je het al. Dus dan blokkeer je eigenlijk al een pad af. Ik zag geld meer geld op. Hoe zie ik hoeveel jij hebt aangeboden? Ja, dat kan je heel slecht zien. Dat kan je met deze heel slecht zien, maar je kan zien dat ik met 20 gold op vooruit ga. En je kan nog zeggen request gold dat je meer geld. Ik zou er sowieso meer voor vragen. Daar krijg je 3 in één plot. Maar je gaat dit er bovenop wat Jordi zo net requestte? Nee. Dus wat je dus je moet nog meer omhoog gooien. Het eindigt er 200 op. Nou, zoveel bood ik net niet. Nee, maar hij kan toch bieden wat hij wil? Nee, snap ik. Maar ik bood net geen 200, dat bedoel ik even. Nee, op die manier. Je kan hij bood net 100. Ja, want je kan het verschil zien in de balans. Dat we hier al zijn aangebroken in dit part of the game vind ik best wel knap. Het bord is groot en ik weet hoe het zo meteen eindigt. Dus je kan het ook cancelen, hè? Je hoeft niet akkoord te gaan. Ja, oh, tuurlijk. Je moet zelf die keuze maken wat je wil. Ja, ik doe het gewoon deze manier. Ik weet niet of dat slim is at the moment, maar... Nou, laat ik zo zeggen, dat ga je ook niet leren. Dat is ontdekken. Nee, dat ga je niet leren. Dat is echt... Het is gewoon kans. Kansbreed. Jezus, ja, man. Ja, hoor, er precies tussen. Dat is echt zo typisch, hoor, die ook weer. Hij heeft... Nou, die... fuck off! Nee, dat meen je. Yo, what? Nou, heb ik wat aan. Nou, deze guy gaat failliet. Ik ga failliet. Mark my words. Bam. Oh. Padabam. Padabam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam. Padabam. Padabam. Pam, pam, pam. Oh, nee. Ik denk al, wat? Ja, ik moet ook nog even geld betalen. Maar hier kan je dus zien, als je kijkt naar die balans, dat in verhouding Milan de 700 gold erop achteruit gaat. Heb ik gezien hoeveel ik erop achteruit ga? Ja, maar dat is dus het ding van, je moet dus ook die achtergrondinformatie hebben van oké, ga je akkoord met die Monopoly? Interessant. Oeh, I like this. And here we have a Monopoly, that's fine. Waarom heb ik hem geaccepteerd terwijl ik er nu langs ga lopen? Ja, nou, dat hoe dan toe dom ben ik? Pittig dom. Dit is echt stupid van mezelf. Nogal ja. Yo, what? Nee, je kunt ook één gooien, dan kom je dit toch niet langs. Ja, dan kan je nou wel. I wish. I wish. Het is een 1 op 6 kans, dus. Of nee, 7, want je hebt ook een... Ja. Milan, oh, je weet dat ik oh my god. Dat meen je. No! Pompe, 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 pompe. Oh! Als ik dus nu 3 gooi, is het klaar, hè? Ja, nou. Dat mag. Zo, de tyfus. Ja, ik heb ook stoks in, dus daarom vind ik ook totaal niet erg. Maar is het dan nu ook slim om stoks... Oh nee, nu niet, want hij is natuurlijk net omhoog gegaan. Ja, maar je ziet ook dat hij laag is, dan was het slim. Als je wist dat dit zou gebeuren, had je natuurlijk van tevoren daar... 2 en 3 bedoel ik. Ah nee, goed die 1, wat een onzin. Lekker arm, lekker. Lekker! Lekker bezig. Oh.
Het is me nog steeds niet gebeurd om bankrupt te gaan. Nee, nog niet. Ik had het voorspeld, hè. Ik heb het voorspeld. Mm-hmm. Just saying. Oh my god, dat we nu hier al zijn bereikt, gek. Oh, als één van ons drie erop landt, is het gewoon klaar al, hè? Ja, yeah, I know. Eén. Oh, als jullie nu één gooit. Ah, wat een oh. Oeh, dat is ook lekker betalen. Die is ook wel lekker, ja. Nou, nu heb je er geen spijt van, of wel, Adam? Hey, hey, hey. Nee, nu zet je niet. Hey, Milo, gefeliciteerd met je monopoly, trouwens. Thanks. Oh my god. Hey! Dit is jammer. Lekker! Dit is zeer jammer. Oh, de perfecte timing, heerlijk. Dit is zeer jammer. Eigenlijk is het ook helemaal niet zo heel slecht om onder, even in het midden te zitten hoor. Want je had al die suits super dicht bij elkaar. Klopt, zo won ik ook Slime Mania destijds toen dan ook dit spel speelde. Want ik had letterlijk alles in het midden. Ja. Voor de rest had ik geen klote. Ik heb geen idee. Je maakt geen klote uit, wat. Je hebt je suits nodig, dus. Daarom. Oh, everyone shops food. Nou, als je nu op die 21 terechtkomt, gek. Ja, ben ik klaar. Ja, prima. Oh, dat zijn alleen je eigen. Nee, ik heb het gehad er niet voor. Ik zat wel. Snap je toch te twijfelen? Ik snap de twijfeling. Ik zou het niet doen, want ten eerste, je hebt nog geen promotie. Ten tweede, jij hebt het echt een stuk zo gevaarlijk gemaakt. Daar kan je niet zo voor mij. Dus. Nou ja, volgens mij kan ik het best gewoon doen. Ja. Je kan ook niet anders. Ja. Ja, dat is ook nog zo. Nee. Doe ik alsjeblieft. Nee. Ik wil niet dat Jordi wint. Ook al zeker heb ik momenteel niet zo heel veel, maar ja. God, wat gaat hij nou weer doen? What the fuck? Ik wist niet dat dit een mogelijkheid was. Je kan ruilen, maar ik kan ook gewoon direct verkopen. Nee. Nou, dat niet. Heel simpel. Dan doen we hetzelfde riddeltje gewoon bij Sander. What the fuck? What the fuck is dit nou weer voor geld? Oh, what the fuck? Nou. Ja, je moet doen wat je zelf denkt dat handig is. Dat is echt van je belangrijkste. Je hebt geluk, gek. Je hebt geluk. Oh ja, 27. Nee. Ik had je echt gek verklaard als je dat had gedaan. Oh. Ik zou net, of... Nee, 9. Okay. Oh. Die doet pijn, denk ik, die 9 gold. Ja, die 9 doet echt pijn. Ja, ja, maar die gaat wel naar Jordi toe, hè? Oh, ho. Hé, kaboom. Even kijken, waar is de schoppen? Ja, ik kan het beste of naar mij of naar Sander gaan. Waarom niet naar Milan? Want ik kan naar rechts. Ja. Je kan naar rechts, je moet alleen dan door Milan straatje heen, dan kan je niet beter. Ja, dat moet ik hoe dan ook. Ja, het is verschil met Mikke. Oh, wacht, morgen. Dat is wel kut. Ik had liever deze gehad als ik dicht bij de bank was geweest en een promotion had. Ja, maar zo werkt het niet. Ik hoef niet te betalen, nee, oké. Nee. Dat was wel grappig geweest. Het zou wel iets voor deze game zijn, namelijk. Ja. Promotie! A level 3. Ik begin nu steeds meer te begrijpen waarom Milan zo praat. Ja, hè? Ja, nu begin ik hem echt helemaal te begrijpen. Ze nemen te veel met elkaar op, dat is een beetje maar... Het hele vocabulaire en manier van praten nemen ze van elkaar gewoon over. Ja, is echt een groot probleem. Is trouwens ook wel chill muziekje, vind ik hoor, maar dat ben ik. Ik ga ondertussen heel veel drinken pakken.
Nee, pas op. Je bent toch niet aan de beurt. Ja, running out of time, running out of time. Mag ik je een tip geven? Koop in Minas Monopoly. Ja. Wel. Dat is C. Dat is C. Ondanks dat hij zo hoog staat nu. Juist. En er zoveel mogelijk in pompen. Ja, want die is het ding. Zoals ja, je kan niet alleen niet ermee gaan, hè? Nee. Nee. Daar staat linksbovenaan. Als je nu op 2... Ja, nu niet. 44 is de max die je kan doen. Ja. Oh, zo. High up to. Dus meer dan dat kan je niet. En de reden waarom Harm het adviseert. Milan kan dan gaan investeren en dan worden jouw stocks meer waard. En je kan dus daarom pomp ik altijd het meeste geld in de Monopoly. Mm. Oh, ja. Okay. Dus dat is mijn reden. Ja. Maar ja, dat zal je dat is gewoon ervaren hoe de game uiteindelijk het hoort. Ja, daarom kan ik beter meeliften met anderen wanneer jij geen Monopoly hebt. Ik vind het wel grappig dat Sander gewoon voor staat. Op alles. Dat is bij mijn eerste keer ook. Ja. Nou ja, dat is niet waar. Toen stond ik niet voor. Toen won ik gewoon omdat het net even wat anders liep. Ja, daar heb je echt goed mee gehad toen, trouwens. Ja. Voor mijn gevoel doe ik ook maar wat. Dus, Ja, dat is altijd in het begin. Als je het voor het eerst speelt, denk je, wat is dit? Maar uiteindelijk kan het... Dit kan. Ik zeg niet dat het spel voor iedereen is, maar dit kan echt verslavend zijn, dit spel. Ik vind het echt heel erg leuk. En Milan? Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Milan vindt het echt geweldig, volgens mij. Up here. Hij stopt daar. Ja, prima. In de Monopoly. Ja, het maakt mij niet uit. Ik wil niet op de 2100. Die 85 die kan maar gestolen worden. Ja, dat is waar. Ik kan je Monopoly verneuken, maar ik doe het niet. Nee, dat wou ik zeggen. Dan stort hij wel echt in die 2100. Niet normaal. Nou, en nu kan je nadenken, land je op jezelf of ga je verder met je die extra. Ja, ik denk dat het Sims doen. Is at the moment. Tuurlijk, moet ik wel langs de Monopoly, maar. Ja, je moet er toch langs. Ja, daarom. Je hebt wel twee bijna Monopolies waar Harm staat. Ja. Waarom heb iedereen een Monopoly op plekken waar ik ben, inderdaad? Toeval. Nou, vinden we leuk. Stokkies, kopie. What the fuck? Okay, Elina, letterlijk. Alles. Ik vraag mezelf wat dingen altijd met Jordi af hoe die voice is. Dat uiteindelijk vindt hij. Dus je hebt altijd een beetje gevoel alsof hij gewoon maar op knopjes drukt. Ja, kijk dat is. Dat heb ik altijd. Als ik pressing buttons. Ik snap toch niet dat je. Kijk, mijn gedachtegang is: waarom investeer je niet in een Monopoly? Dat is gewoon mijn gedachtegang. Ja, hij heeft wel een meeste stocks. Oh, for fuck's sakes! Mag ik nu kiezen welke er omhoog gaan? Ja, welke er omhoog gaan, ja. Yo, welke zou je kiezen? Ja. Welke zou die kiezen? Tyfus! Ik sta fucking hell, ik sta achter. Yo, sick. Upgrading. Oh, dat was een goede set, denk ik. Oh, nee, net niet. Ah, leuk. Dank je voor de 9 euro. Jee, 9 gold. Ik krijg zelf een gold terug. Nou, wat lief. Wat lief van hem. Je zou zo meteen maar op 2100 komen. Milan, put dit nou niet in de universe. Yes, I will. No. Then I hating you, hè? Dan ga ik nooit meer met je opnemen. Dat is niet waar, want je bent al leugend. Leuk. Je bent al leuk. Nou, ik zeg. Ik ga eerlijk met je zijn. Ja, dan word ik wel even heel boos. Sander? Ja, dat ben ik. Kunnen wij een shopper rijden? Zodat we allebei dan een Monopoly hebben? Ah, misschien. Ik zou zeggen, doe het voorstel.
ga ik doen. Yo, geld. I love geld. I love geld. Ah, dat is Engels voor, ik hou van geld. Yo, zou het? Hoe kom je erbij? Jordi, wat was jouw idee hierbij? Mag ik gewoon weten wat jouw idee hierbij was? Nee. Om die winkel aan mij te verkopen. Hij wil het gewoon leuk houden om door er meer dingen en meer monopolies in te stoppen, denk ik. Want wat ik wilde ben jou aan het doen, dus het gaat wel helemaal goed. Je gaat wel 60 gold. Je krijgt een grotere winkel voor terug, hè? Dus daarom ga ik er geen gold voor. Ik zou wel doen. Liever die ander gehad, maar Monopoly is Monopoly. In principe maakt het niet uit, want het zijn beide. Nee, ja, je kan altijd kiezen wat je wil met mij. Ja, oké, we hebben 3 Monopolies op de board. That's... Alleen die van mij wordt enger, denk ik. Iets enger. Hmm. Ja, die van jou is... zijn duurder, denk ik, of niet? Ja. Ja. Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Jezelf veranderen. Ja, maar daar hoef je niet per se over na te denken. Je kan ook altijd ervoor kiezen om gewoon... Ja, wat zou je toch doen? Joh. Oh, dat kan niet. Je hebt geen ready cash. Dat is ook voor het eerst. Maar ze geven je de optie om het spul te verkopen.